poes heeft vandaag dierendag. Dat betekent dat ze gewoon doet wat ze altijd doet. Hè? Krijgt ze nou een beetje extra aandacht en snoepjes? Daar snapt ze helemaal niks van. Maar op dierendag ga ik ook nog eventjes langs Frans in IJsendijken, waar we de vertelavond voor de 15e oktober aan het voorbereiden zijn. IJsendijken is ook wel een beetje een bijzonder plaatsje. Prachtige oude huizen. En een van die prachtige oude huizen is dat van Frans. Frans heeft nog een echte bel. Thuis is het weer poezendag. Want poes wil hapjes, hè? En snoepjes en knuffels. Dat krijgt ze allemaal. Vandaag. De hele dag snoepjes eten. Dat vind jij niet erg, hè? Nou, poes. Dit was Werelddierendag vandaag. Heb je het een beetje naar je zin gehad? Ja, jij wel, hè. Hartstikke door het. Heerlijk.